Hola mannetjes en vrouwtjes, maar vandaag gaan we eens iets lekkers maken. We gaan een pâté maken, een pâté zonder. Dus een plantaardige pâté. En dat is, mannetjes, dat is dat. Je kunt dat niet van echt onderscheiden. We beginnen hier met rode kidneybonen. Dat is een blikje. Je pakt dat blikje, je giet dat af en je spoelt die bonetjes goed af, want er zit altijd zo van die vettige drab op. Dan pak je een koemetje. Voilà, je kapt dat erin. Vervolgens pak jij 20 ml Madeira. Dus een mini flesje, ik weet het. Als je geen Madeira in huis hebt, dan moet je van mij een rode Porto pakken. Maar begint niet te klungelen met Pisangambon of Blue Curaçao of zo, dat al 20 jaar in de kast staat te verpieteren. Pak dit met een ja, tussen Porto en lelijke sherry. Maar Madeira is eigenlijk het beste. Deze flesjes kun je in de Albert Heijn kopen. Tegen niemand zeggen, in de €1,59. Waar staat dat? Bij de mosterd. Duh. Maar dus 20 ml. Ongeveer. Hè? Dan, key ingredient. Houd u vast, dit is zwarte look. Zwarte look, wat is dat voor een beest? Dit is gewone look. Dit is zwarte look. En zwarte look heeft eigenlijk 56 dagen ongeveer op 50 graden gefermenteerd. Je kunt dat zelf niet doen. Koop dat gewoon. Zwartelook.be. Helemaal ja, gemakkelijk. Voilà. En we pakken 1, 2, 3 tenen. Nu, ik hou van look, dus ik doe daar ook... Een gewone teenlook bij, maar dit is niet helemaal gewoon. Dit is eigenlijk look die 20 minuten op 175 graden in de oven heeft gestaan. Dus als je iets in de oven zet, kap daar gewoon in een bol knoflook bij. Dit kun je in een potje in je frigo een week of 2-3 bewaren. En dan doe je gewoon zo, kijk, magic. Hoppa! Je doet dat erbij. Voilà. Nu, terwijl je dit aan het doen bent, kun je dus op het vuur, essentieel, hier, 40 gram kokosolie. Dat is ongeveer deze. Het zal ietsje minder zijn, maar pak 40 gram kokosolie. Hè. Dus we hadden 20 ml van deze, 1 blikje bonen, 40 gram kokosolie, lappa. Je zet dat op het vuur. Ik heb hier geen vuur, maar hè, thuis hadden we wel een vuur. Voilà, je zet dat op het vuur. Wat doe je daarbij? 5 jeneverbessen, dames en heren. Oei, dat zijn er 8. Maakt niet uit. Jeneverbessen. Voor de wilde touch. En dames en heren, je crusht die zo'n beetje. Voilà. Je kapt hierbij uw kokosolie. Zo. En dan pakt hij ook nog een beetje tijm. Zie eens wat een schoenbosje tijm. Maar dat is precies de kapsel van Michael Jackson. We lassen op het tijm, een beetje zo royaal, als je dat graag lust, maar dat is ook weer echt helemaal lekker. Je laat het ook in die kokosolie, dan trekken die smaken er zo lekker in. Voilà, je laat het ondertussen smelten. Ja. Naar smaak, ik heb hier nog roze peperbolletjes, dat kun je ook in die paté doen. Je kunt er roze peper, ja, het zijn eigenlijk bessen, het zijn geen echte pepers. Roze peper bessen, spoelt dat af, want dat zit in zuur. Je kunt ook groene peperbessen. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik ga daar gewoon een beetje, eigenlijk veel peper bij doen. Hè? Voilà. Nu, die zwarte knoflook, dat heet, ik ga het even laten zien. Dat heeft echt een hele een umami smaak. Hè. Dus daar zit alles in. Hè. Zoet, zout, bitter, zuur. Dat is echt... Als je daar een beetje van gebruikt, dat is echt super lekker. Ik ga ook een beetje gewoon zout nog hierbij doen. Voilà. Zo. Ik heb graag zout. Dus, hop, het is bijna op. Bijna. Voilà. Dus, ondertussen is deze gesmolten. Hè? Thuis, bij u op het vuur, hier nog niet. Maar dat is gesmolten. Hè? Dat kapt je erbij. Dan pak je je staafmixer. En dan doet je... Lekker sexy, zoals je man erbij staat. En mijn man is aan het filmen, dus ik doe nu... En dan, dat helemaal dus fijn gemalen is. En dan pak je een potje, je doet dat erin en je laat dat opstijven in de frigo. En dan heb je dus paté
om u tegen te zeggen. Dit wordt een roze paté. Heb je liever een crème paté, zo'n vale, vaal roze lichte paté, dan pak je borlotti bonen. Dus dit waren rode bonen voor een vale paté, gelijk je dus een crème paté kunt kopen in de winkel, zo weet je niet, in een blokje of in een pakje, dan pak je borlotti bonen. Uitblik is het handigste. Voilà, dus dit recept, moet ik ook even vermelden, is gebaseerd op tips die ik heb gekregen van de beste kok ter wereld, Pieter Jan Lind. Ik zoekte hem eens op, echt plantaardig koken, die man. Het is trouwens een super lieve gast ook. En voilà, dit was het dus vandaag. Plantaardige paté met Anne. Salut in de kosten, mannen. Oh ja, ik was Anne van vastegrond.be. Kom eens een cursus bij mij volgen, hè, by the way. Tot dan.